Welkom op de Community Day Classic in Pokémon Go. Mudkip is het onderdeel van deze Community Day Classic. Dus de kans om paarse Mudkip te verzamelen is levensgroot. Er is een speciale research, maar belangrijker, er is ook 3 keer Catch XP. Dus een incense. En wat we nog meer aan gaan zetten, is natuurlijk niet 1, maar in elk geval 2 Lucky Eggs. Het zonnetje breekt door, want het weer is nog steeds prachtig. Dus vind je dit tof? Druk dan op het duimpje omhoog voor Shiny Luck. En laten we gaan kijken wat Willow ons te zeggen heeft. Crazy Coon, je hebt me op een bijzonder moment gevonden. Ik was een wandelingetje aan het maken en toen zag ik een heleboel Mudkip. Mudkip slapen door zich te begraven vlakbij water. Nou, ik ben hier in de buurt van water, dus ik ben heel benieuwd hoeveel Mudkip we hier gaan vinden. Mudkip heeft ook een enorme kracht. En het zou minder dan ideaal zijn als er iets gebeurde. Hoe dan ook, waarom gaan we niet wat onderzoek doen naar Mudkip? En wat wij natuurlijk moeten doen, want de special moet het zijn, 10 Pokémon power-uppen, 15 Mudkip vangen en 5 Nice Throws maken. Let's go! Mudkip 1, Nice Throw 1. En nog voordat ik goed en wel een paar stappen gezet heb, tada! Shiny Mudkip nummer 1 van de dag is binnen. En dat terwijl ik niet eens echt specifiek op zoek ben naar de Shiny Mudkip. Ik ben vooral op zoek naar de PvP Mudkip. Want Swampert met Hydro Cannon is geweldig in zowel de Great League als de Ultra League. Hebben we een Shiny PvP'er, dat niet. Wat ik wel al heb gevangen in elk geval, is deze Mudkip die ideale stats heeft voor de Ultra League. Dus als we straks moeten evalueren, dan heb ik in elk geval al 1 goede klaarstaan. Ik heb een goede Shadow Mudkip klaarstaan. En we gaan natuurlijk hier nog even kijken. Deze ook nog niet. En de laatste hier ook niet. En natuurlijk film je elke encounter, behalve die van de incense. En die moet je natuurlijk juist wel filmen. Want dan film je dat je de tweede shiny van de dag pakt. Community Day duurt natuurlijk vandaag maar 3 uur. Dat wordt ook weer de nieuwe standaard, of de oude standaard komt terug. En dat roept bij mij toch vaak de twijfel op, pak ik wel de shiny, pak ik de familie wel? Want sommige oude Community Days, dan denk ik bijvoorbeeld aan de Totodile Community Day, daar was het heel lastig om het helemaal voor elkaar te krijgen. Daar was 1 shiny soms zelfs al lastig. Maar met Mudkip lijken we prima op weg. En jij qua stats? Om te vergeten snel. Ik ben nu toch wel benieuwd dan hoe effectief de incense is. Dus we lopen rustig even een klein stukje verder om te zien of er een Pokémon spawnt. Want dat ging eerder vrij goed en vrij snel. Dit is een wilde. Oké. Ik zal even de stapje terug doen voor de wind. Dit is back-to-back sowieso. En ja, er zaten 3 encounters tussen de eerste shiny die je net zag en de tweede. Dus dit is familie compleet. Nu al. Community Day Classic. Ik ben wel fan. Nu alleen de IV's nog, want ook dat is niet geweldig. En die incense, die verschijnt vast vanzelf. Stap 1 van de research is inmiddels voltooid en dat betekent 10 Pokéballs claimen, 20 Mudkip Candy claimen en waarschijnlijk de Mudkip Encounter claimen. En dan hebben we onze incense terug
hebben we 2000 Stardust en een mysterieuze encounter. Natuurlijk weer een Mudkip. Terwijl de zon weer doorbreekt, dus ik zal mezelf weer even iets donkerder maken. En dan pakken we deze mee. 15 Mudkip moeten we nu vangen. Wat zegt de professor? Die zegt, welkom terug Crazy Coon. Ik zie dat je een paar Mudkip hebt meegebracht. Heel goed gedaan. Met behulp van de fin op zijn hoofd kan Mudkip de stroming van het water meekrijgen. En kan hij ook bijhouden wat er om hem heen gebeurt. Ik kwam een beetje dichtbij gedurende mijn observatie. En die Mudkip gooide dus allemaal modder over mijn jas heen. Waardoor ik moest denken aan Mudkips evolutie. Marsstomp. Die leeft op modderige grond, maar dat is nogal slecht voor zijn grip. Dus Marsstomps benen zijn heel sterk. Marsstomp kan daarom ook snel zijn tegenstanders overweldigen als ze in modder staan. En wij gaan dus Mudkip evolueren terwijl Willow zijn jas schoonmaakt. En hier kan ik je een trucje bij laten zien. Want als je dus kijkt bij een Mudkip, en dan hebben wij hier onze Shadow Mudkip, die dus eerst Marsstomp wordt, daar hebben we hem. Maar vervolgens niet alleen Marsstomp blijft, maar als het goed is, als wij hem evolueren in Shadow Swampert, telt hij, je zag het net voorbij komen, als tweede evolutie. En dat is natuurlijk stiekem best wel heel erg handig. Daar is hij, Shadow Swampert. Dit is een Great League Shadow Swampert die ik eventueel zou kunnen gebruiken. Mudshot kent hij al. We leren hem een nieuwe charge attack. Dan hopen we dat dat Sludge Wave is. Het is Surf. Dus een charge TM erop. Earthquake is hij ook goed mee. Maar tegen fairies in de Great League heb je toch liever Sludge Wave. En dit kan natuurlijk even duren. Oh ja, Moody Water kent hij ook nog. En natuurlijk weer Surf. En hierom zou je er eigenlijk een Charge TM voor moeten gebruiken. Daar was hij. Sludge Wave. Mudshot, Hydro Cannon, Sludge Wave. Doen we dit direct? Sure. Hoppatee. Direct klaar voor de Great League. Deze Shadow Swampert. Dan hebben we dus nog één Mudkip om te evolueren. En nou heb ik er eentje gevonden die ik voor de Great League ook weer eigenlijk op Marsstomp moet houden. Dus hop, dat is evolutie nummer 3. Zo, blijft over naast shiny checken, 15 vangen en 10 transferen. Dat transferen, ja, dat doen we gewoon direct. Want ik weet van deze Mudkip dat ik ze waarschijnlijk toch niet nodig heb. Dus 10, hoppatee, nou alleen nog 15 vangen. En daarvoor moet ik weer even lopen, want dan doet de incense het weer. Tijd voor het claimen nu alweer van stap 2. Het gaat supersnel. Natuurlijk is dit waarschijnlijk de Marsstomp. Yup. Zoals verwacht. Laten we die snel proberen te vangen. 1. Nee, niet eens 1. Normaal gesproken tel ik dat zo. 1, 2 enzovoort enzovoort. Ja, als jij er dan al direct uitspringt, dan maar de Golden Razz en de Curved Excellent. En dat is genoeg. Gelukkig. Marsstomp. In de pocket. Ben je nog een beetje degelijk? Oh. Misschien niet eens zo heel gek. Eventjes een shiny checken tussendoor. Dan bewaren we hem voor straks. Want als we hier claimen, hebben we nog een keer een incense. Dus dit is eigenlijk een incense winst. Natuurlijk pokeballs. En ook dit is weer de Community Day Mudkip. En hopelijk is dat ook weer de eerste catch die we nodig hebben. Tot slot, wat heeft Willow ons te zeggen? Hij had een extra jas mee moeten nemen. Schijnbaar krijgt hij zijn jas niet schoon. Welkom terug. Marsstomp ziet er goed uit. En hij heeft spannend nieuws. Hij heeft een glimp opgevangen van Swampert. Swampert kan niet alleen stenen breken. Maar hij kan ook stormen voelen aankomen. Wat een Pokémon. Swampert is wat hij nodig heeft. Dus... waarom probeer je je Marsstomp niet te laten evolueren? Voor 3 Great Curveball Throws, 1 Marsstomp en 10 Pokémon transferen. Dus we hoeven niet eens deze Mudkip per se te vangen. Maar we doen het lekker wel. En dan kunnen we gaan evolueren.
Dat waren Willow's laatste woorden over de Mudkip. Special research voor deze Community Day Classic. En hij zei ook, de laatste keer dat ik zoveel Mudkip zag, zag ik een heleboel trainers lopen. De laatste keer dat ik zoveel Mudkip zag, liep ik in het Noorderplantsoen en zag ik ook een heleboel trainers. Ik hoop ook dat het daar nu nog net zo druk is. Hier waar ik nu speel, is het rustig. Wij gaan in elk geval de research afronden met de rewards die we moeten claimen. De laatste Community Day Research Mudkip. Maar we gaan natuurlijk nog doorzoeken. Ik heb sowieso nog een special research om te claimen. En er zitten hier Mudkip genoeg. De shinies zijn zeker nog niet klaar. En daar is Willow zelfs nog een keer die dat dus ook inderdaad zegt. Het is fantastisch dat die Swampert ooit een kleine schattige Mudkip was. Enzovoort en zo verder. En natuurlijk dus inderdaad de laatste keer dat hij zoveel Swampert of Mudkip zag, waren er allemaal trainers buiten. En dat maakt hem altijd heel erg blij. Goed, wij claimen 3 rare candy, 3000 Stardust en natuurlijk de Swampert. Met Hydro Cannon ga ik vanuit. We kunnen direct wel een van de zilveren pineapps gebruiken. Aan de andere kant aan Mudkip candy niet zo'n gebrek. Maar goed, liever te veel dan te weinig, zullen we maar denken. 1, 2 en 3. Dat is de Swampert binnen. En dan kunnen we direct doorgaan met de shiny checks. Want er zitten er hier een hoop. Mudkip, Hydro Cannon, Mudkip, Mudshot, Hydro Cannon. Niet onaardig. Even kijken. Die gewoon. Jij kijkt mij nog niet aan. Jij kijkt mij nog niet aan. En dan hebben we nog één optie voor shiny nummer 4. Maar daar moeten we verder naar zoeken. En het duurde niet lang. Ook shiny nummer 4 is binnen. 399 CP, wat betekent dat hij best wel eens in de buurt zou kunnen komen van goede PvP-IV's. De vraag is natuurlijk, zijn het dan ook goede PvP-IV's? Ik mag hopen, zullen we zeggen, maar ik hoop nergens op. En dat is niet meer dan terecht. Even kijken, nieuwe kansen. Deze helaas niet. Dus de back-to-back, die blijft staan op 1. Voor nu, wow. We lopen even een klein stukje deze kant op. Dan komen we heel toepasselijk bij water, zoals jullie op mijn kaart ook al zien. En daar verschijnen ze schijnbaar toch meer. Meer kan ik er niet over zeggen. Even kijken, die hadden we al gehad. Jou ook, hier moet toch een shiny tussen zitten, zou je denken. Aan de andere kant, 1 op 25, 1 op 30. Dan is de kans dus juist weer minder dat er een shiny bij zit, want het zijn wel veel Mudkip, het zijn er geen 20, laat staan 30. Ja, maar er zit wel een shiny tussen. Hoppa! 444. Kom maar, in de Pokeball, daar hoor je namelijk thuis. Als shiny, shinies moet je gewoon met Pokeballs vangen, vind ik. Ben jij dan mijn PvP Mudkip? Nou, misschien wel. Ja. Ik probeer die andere aan te tikken. 95 weet ik wel. Ik wil die erachter. Juist. En terecht. Terecht dat ik die aan wilde tikken. Want ook dat is een shiny. Keurig. Kijk, en daarom. Ik dacht nog bijna. Ik laat hem maar zitten. Maar ik ben dus super blij dat we dat niet gedaan hebben. Want dat betekent shiny nummer 5. Nog één keer. En we hebben de familie zelfs dubbel compleet. Goed. En dan ga ik nu de 3 keer Catch XP, die hier natuurlijk is, volop verder gebruiken. De familie is nu shiny niet 1 keer, maar 2 keer compleet. 101 CP. En dan moet ik hem natuurlijk alleen nog wel vangen, want ik gooi nu een Pokeball op een shiny Mudkip met een Pineapp. En er is mij al opgevallen, Mudkip is niet de makkelijkste Pokeball te vangen. Deze werkt gelukkig mee. Dat scheelt een heleboel. En zijn stats zijn niet om over naar huis te schrijven. Hebben we een back-to-back? Helaas niet. 5 uur betekent het einde van de Mudkip Community Day Classic. Maar voor mij is het einde zeker een mooi resultaat. Want als we kijken naar Shiny en Age 0, zien we in totaal 10 Shiny Mudkip. En dat voor het feit dat ik maar 1,5 uur gespeeld heb, vind ik een hele
hele mooie score. Hoe is jouw Community Day Classic gegaan? Drop het in de comments en laat me ook vooral weten wat jouw beste Shiny Mudkip was. Ik ben heel benieuwd. Wij gaan deze video afsluiten met een evolutie, want deze prachtige Marshtomp is volgens Pokegenie een 99,5 als ik hem zou evolueren in een Swampert en hem dan zou levelen voor de Ultra League. Dus, let's go! Ondanks dat ik eigenlijk Marshtomp de coolste shiny vind van de hele Mudkip-lijn, vanwege die gele dingen bij zijn wangen, gaan we hem toch omhoog gooien naar Shiny Swampert. Daar is hij. Water Gun Hydro Cannon. We gaan er direct een aanpassing aan maken, zodat hij niet Water Gun kan, maar Mudshot. We hopen ook hier op de Poison Type Sludge Wave. Kijk, in één keer goed. En als we hem dan willen power-uppen, dan kost dat wel even wat. Maar dan mag het resultaat er, neem ik aan, ook naar zijn. Precies 2500 CP. Beter past hij niet in de Ultra League. Super! Wij zijn er helemaal klaar voor. Mudkip Community Day Classic. Eén groot succes. Vond je dat nou ook? Beloon deze video dan zeker met een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan was ik Crazy Koen. Toppers, tot de volgende video. How do you?